Ik ben Cynthia Bol en ik ben maker van dit beeld hier achter me. En ja, er werd mij net gevraagd, wil jij de wereld beter maken met je fotografie? Nou, ik ben geen wereldverbeteraar, maar ik zou wel heel graag willen dat ik een beetje erbij kan dragen dat er wat dingen veranderen. Ja, kan je schrijven of je kan in de politiek of je kan weet ik voor wat doen en ik kies voor de camera. Waarom? Nou ja, ik vind het hartstikke leuk om iets zelf te zien en daarbij te zijn. En ik kan niet zingen, dat had me eigenlijk ook wel wat geleken. En ja, politiek. Nou ja, wanneer ik met mijn beelden politiek kan beïnvloeden, dan vind ik het eigenlijk heel mooi. Ja, de grote vraag is altijd, wat wil je bereiken, hè, met je project? Of wie wil je bereiken met je project? En in dit geval was mijn hoofddoelgroep de mensen in Jakarta. Want zij hebben er last van. Het is hun toekomst. Tegelijkertijd wil je ook mensen bereiken. Niet alleen de mensen die er wonen, maar ook de mensen die het beleid maken. Niet alleen in Jakarta, maar ook wereldwijd. Hè? Want bodemdaling is een globaal probleem. Dus het is niet alleen Jakarta, het is ook hier in Nederland. En wanneer je werk dan door zoveel mogelijk mensen gezien wordt. En ja, wat je eigenlijk wil doen is een brug slaan tussen die wetenschap, hè, die het probleem laat zien, door middel van die persoonlijke verhalen van die mensen hier achter me. En daarmee draag je bij dat een groot publiek bekend wordt met een vrij abstract onderwerp zoals bodemdaling. En ik denk wanneer je bepaalde dat het noodzakelijk is om die dingen te combineren om echt te bereiken dat je een verandering teweeg brengt, want dat is uiteindelijk het ultieme hoofddoel.